Ergens in Nederland is er iemand die de spijkerdroom van liefhebbers en eigenaren wereldwijd in leven houdt. Iemand die de auto's onderhoudt, restaureert en er zelfs nieuwe onderdelen voor ontwikkelt. Het is een verzamelaar die het allemaal als hobby ziet. Zelf blijft hij het liefst anoniem en laat hij zijn auto spreken. Jasper is zijn naam, maar de wereld kent hem als de Spijker Enthusiast. Ik ben gewoon een engineer, een hele simpele jongen die van sleutelen houdt. Vanaf kleins af aan altijd sleutelen in de garage en zo eigenlijk steeds verder in de automotive terechtgekomen. Er is een tijd geweest dat heel veel mensen een beetje een negatief imago is geweest over Spijker. Dat is gelukkig door wat ik doe, merk je dat het steeds beter wordt. En dat is eigenlijk mijn brandstof. Dat is eigenlijk de continue positieve reacties op wat ik doe. En dat is eigenlijk waardoor je dit blijft doen. En dat je het nog eens een keer, ik kan het met mijn vrouw doen. Ja, dat is gewoon geweldig om iets groot te maken en iets echt compleet uit de hand te laten lopen. Kan met Spijker. En met wat kan je dat anders dan Spijker? De doelen zijn om te zorgen dat echt het service op een niveau is waarvan iedereen op aan kan. Een naam creëren weer voor Spijker die positief is. En eigenlijk alle prototypes die ooit gemaakt zijn echt rijdend te krijgen. Ja, het geluid, heerlijk hè, die V8. Ja, super herkenbaar voor mij. Ik heb namelijk 6 jaar Le Mans gereden voor het merk Spijker, een Nederlands merk. Het was gewoon een eer om voor hun te mogen racen. Op de 24 uur van Le Mans, ook gewoon een open dak. Iedereen had zoiets, huh? Ja. En dan nam ik gewoon een Nederlands automerk het op tegen Ferrari, Porsche. En we deden het echt zo slecht nog niet. We deden mee. Ja, natuurlijk. We konden ze niet echt verslaan. Maar we zaten een beetje middenmoot. Er zaten zowel Ferrari en Porsche voor ons, als dat ze achter ons zaten. Dus ja, voor een Nederlands merk uit Zeewolde, natuurlijk een gepopnageld aluminium chassis. Als je zag hoe Ferrari en Porsche alles deden, ja, ben ik trots. Trots op dat ik deel mocht uitmaken van het merk Spijker. Ja, mocht jij een spijker-eigenaar zijn, jongens, jullie mogen me altijd bellen. Dit is gratis wassen, inclusief droogrijden door Tom Coronel. De B6 Venator. Dit zou in de range van Porsche moeten zitten. De goedkopere spijker, maar ja. Hij moest ook opvallen, hij moest anders zijn dan alle anderen. Dit was ook een showcar, gewoon een prototype, niks deed het. Zoals ook de rolbar, dat is gewoon plastic, gewoon nep dus. Ja, zoals alle prototypes. En dat moesten allemaal massief en echt worden gemaakt. En zo gaat ook deze auto een leven leiden, niet als showcar, maar op de weg. Eigenlijk elke auto heeft echt een historie, althans degene die ik heb. Ze zijn allemaal, hebben ze iets meegemaakt. Of de ene heeft in brand gestaan, de andere heeft op een beurs gestaan, de andere heeft op Genève gestaan. En zo heeft elke verhaal of auto wel iets wat uniek maakt. En je hebt, ja, als je goed zoekt, heb je hele speciale spijkers bij die one-off zijn. En dat maakt het allemaal net nog wat gaver. Mijn ouders zeiden altijd, in de autotechniek valt geen droog brood te verdienen, zeiden ze altijd. Wat ik echt meer heb gekregen is dat door hard werken dat je er altijd wel komt. Ik vind het altijd leuk, dat betekent dat het ook geen werk meer is. Daardoor gaat het allemaal zo makkelijk, omdat je met passie kan vertellen. Als je niet met passie kan vertellen, dan wordt niks een succes. 20 jaar geleden stond deze SSUV in Amsterdam op de autorij. Ja, ik weet het nog. Ja, voor het eerst een SUV coupé.
waren ze dan trendsetter? Want uiteindelijk is Lamborghini ermee gekomen, is Aston Martin ermee gekomen, is Porsche ermee gekomen. Maar 10 jaar later. Nou, was Victor dan zo'n visionair? Nou, 1 ding is zeker. Victor deed altijd dingen die niet konden. Kijk naar deze auto met de Suicide Doors. Is dit natuurlijk echt weer iets wat Victor heeft verzonnen. Anders, speciaal, misschien wel onmogelijk. Maar ja, dat maakt het ook weer dat dit soort mensen zulke auto's willen hebben. En dan sta je hier nu 20 jaar later en kijk er maar eens naar. Ja, kijk er even doorheen. Het is nog steeds een moderne auto. Besef je wel dat zo'n conceptcar gewoon volledig nep was? Er zat geen motor in. Niks kon. Er zat niet eens een tankklepje op om te kunnen tanken. Alles is eigenlijk gewoon nep. Zoals ook bijvoorbeeld deze remklauw. Dit is gewoon van plastic. Die zat op deze auto. En dan gaan we een gewone, echte rijdende auto van maken van een klant. Jasper, waar ben jij aan begonnen? Het ultieme is dat zelfs de computers die ik nu maak voor die auto's, dus die ik aan het restaureren ben, dat die zelfs de originele chassisnummers hebben in de computer. Dus dat als iemand ooit een keer, ik weet niet wie in de wereld, zijn laptop aan een spijker hangt, dat hij geen Audi chassisnummer krijgt, maar een spijkerchassisnummer. En dat is het ultieme voor mij om het tot zover te kunnen gaan. Dus echt gewoon, ook al zie je het niet, het moet origineel. En dat is het gaafste. Ja, en zo is Jasper ook eigenaar van de mallen van deze auto. Ja, dus hoe gaat de toekomst eruit zien? Wat zou jij doen? Het moet rijdende kunst zijn. Ook heel belangrijk is dat als je naar een auto kijkt, naar een spijker kijkt of naar elke auto kijkt, moet je oog niet naar een bepaald onderdeel van de auto gaan. En dat is ook altijd wat Victor tegen mij zei, is als je naar zo'n spijker kijkt, is er niet een plek waar je denkt van, hé, dat is raar of hé, dat klopt niet. Ik denk dat als je dat lukt, dan heb je een hele goede auto. Komt gewoon bij elkaar. Dankjewel Victor, dankjewel Maarten de Bruin. Dankjewel Jasper voor het in leven houden. Dat ik dit nog steeds mag meemaken. Want Spijker stays alive.